Hey hallo en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is woensdagavond is het. Het is al bijna bij 6. Ik ga zo even een hapje eten. En ik ga het zo vanavond weer even livestreamen. En daar wou ik het even over hebben. Livestreams gaan ontzettend leuk. Iedereen een compliment die meedoet in mijn livestreams. En jullie hebben het al gezien. De lege tank heb ik. Die is helemaal al gepimpt. Alles is, zit er op en eraan. En de nieuwe auto die ik ga kopen. Dat is de Batmobile wagen. Ik zal er even een fotootje van laten zien. Die komt hier ook. Zo, en die ga ik dus de aankomende paar weken sparen. En dat zullen jullie dus zien als ik een cargo vehicle ga doen in GTA 5. Hartstikke leuk, hartstikke gaaf wagen. Er zit een soort turbo raketten-achtig ding op. Dus het is echt een super wagentje. En dat wordt dus de allereerste wagen waar ik weer voor ga sparen. Hij is... Ik dacht iets van 3,7 is die. Dus ik zal wel weer heel veel geld nodig hebben om dat ding bij elkaar te sparen. Maar dan hebben we de aankomende weken weer wat te doen. Verder wil ik het nog even hebben over de livestreams. Ik wil ook weer gaan beginnen met Planet Coaster. Dat gaat binnenkort ook weer starten. Dan komen er ook weer livestreams en video's van Planet Coaster. En elke week dat gaat een beetje moeilijk. Dus dat denk niet dat het elke week wordt. Maar in ieder geval, als ik zin heb op Planet Coaster te spelen, zien jullie dat op mijn kanaal. En zal ik dat gaan livestreamen of een video ervan maken. Dat moet ik nog even naar kijken. Verder komt er volgende maand komt er een nieuwe Metro Simulator beta uit. De 3.13. Ik vind hem persoonlijk verschrikkelijk tegenvallen. Het enige mooie wat eraan is, is dat de route een beetje veranderd is. Er zit een nieuwe brug in. Dat vind ik wel mooi. Een paar nieuwe overgangwegen zitten erin. Dat vind ik wel mooi. En er komt een nieuwe tram zit erin. En die is helemaal super gaaf. En verder komt er een Russische metro bij. En dat vind ik nou niet echt... Daar ben ik nou niet echt helemaal kapot van. Want ik... Ja, ik ga toch echt voor het RET-materiaal en ik wil niet metro's hebben van een ander land. Dat vind ik toch wel een beetje een zwaktepunt van Metro Simulator. Dat er binnenkort dus een Russische metro bij komt. Hou het gewoon lekker bij het RET-materiaal. Dat vind ik dat veel beter. Dus die Russische metro die zal ik ook gelijk... gaan vervangen door het gewone RET-materiaal. Want ik zal niet met die Russische metro's gaan rijden. Want ik vind het persoonlijk vind ik daar niks aan. Nou, verder rest komt er vanavond natuurlijk. Vanavond komt er weer een livestream van GTA 5. En ik had nog een oproepje voor degene die interesse hebben. Hebben jullie interesse? Ben jij een videomaker? Of kan jij video's editen, renderen? Weet je hoe uploaden gaat? Heb je interesse om mee te doen met een leuk YouTube kanaal? Wij van Dynamite Inc. zoeken nog mensen daarvoor. Wij zoeken nog mensen om leuke video's te maken. Het kan zijn leuke games, leuke livestreams, leuke video's, leuke vlogs, reageren op video's, van alles en nog wat. Dat zou wel ontzettend leuk wezen. Daar zoeken wij nog mensen voor. Heb je interesse? Stuur dan even een mailtje naar itsultrax@hotmail.com. itsultrax@hotmail.com. En dan zullen Kevin en ik het gaan bekijken.
En ja, dan horen jullie of dat jullie erbij zitten of niet. Maar we zijn in ieder geval heel erg op zoek naar meer leden voor de Dynamite Inc. groep. Nou, ik ga zo even lekker op je eten. Ik moet nog wat batterijen opladen, want ik heb nu inmiddels al 2 lege batterijen. Dus die ga ik dadelijk eens eventjes in de oplader gooien. Dan is dat ook weer gebeurd. Ja, ik heb al een tijdje al geen batterijen meer opgeladen. Omdat ik natuurlijk 3 batterijpacks heb. En ik heb eigenlijk alle 3 batterijpacks. Ben ik een beetje aan het leegmaken. Dit is de laatste die nog vol is. En de andere 2 zijn leeg. Dus ik zal de camera weer eens even opladen. Dat weer een... dat de andere 2 batterijen ook weer vol zijn. En dan gaan we wel weer... dan heb ik in ieder geval weer 3 volle batterijpacks voor te filmen. Voor leuke video's te maken. En et cetera, et cetera, et cetera. Nou, ik ga hem ook aan deze kant weer neerleggen. Het was even een korte vlog. Even een kleine update wat er nog allemaal binnenkort gaat komen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. En abonneer op Dynamite Inc. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En ja, abonneer jongens. Stuur het naar iedereen door. Naar je vrienden, kennissen, familie, opa, oma, moeders, tantes, neven, nichten. Abonneer op It's Ultrex. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zie jullie wel weer bij een nieuwe vlog. Of anders zie ik jullie allemaal weer vanavond. Bij een nieuwe livestream van GTA 5. En daarbij zal in ieder geval zijn Kevin, Ramon, ikke. En voor de rest weet ik het nog niet. Ik denk misschien Rob, dat Rob er nog wel even bij is. En dan gaan we weer lekker livestreamen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen tot een nieuwe vlog. Of tot vanavond bij een nieuwe GTA livestream. En jullie weten het allemaal al lang. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.